Goedendag, mijn naam is Koen en in deze video ga ik je alles uitleggen over de juiste breedte van je massagetafel. Ik heb hier vandaag 3 verschillende massagetafels meegenomen. Eentje met een breedte van 76 cm, eentje met een breedte van 71 cm en eentje met een breedte van 63,5 cm. Nou, het is eigenlijk een soort tweestrijd voor de breedte van een massagetafel. Aan de ene kant wil je optimaal comfort kunnen bieden aan je cliënt, waarbij je dus denkt dat een bredere tafel comfortabeler is. En aan de andere kant heb je juist weer dat je aan jezelf moet denken, want een bredere tafel zorgt ervoor dat jij als masseur harder moet werken. En je dient hier de juiste balans in te zoeken. Waar moet je op letten wanneer je gaat kijken naar de breedte van een massagetafel? Er zijn eigenlijk 3 belangrijke factoren. Allereerst is het je eigen lengte, het type behandeling dat je wilt gaan doen en hoe vaak je de massagetafel meeneemt. Allereerst, als je een wat kleinere masseur bent, laten we zeggen 165 cm lang, dan is het vaak aan te raden om een wat minder brede massagetafel te kiezen. Bijvoorbeeld 63,5 of 71 cm. Als je juist wat langer bent, dan kan het misschien juist wel lonen om ook een tafel van 76 cm of ook gewoon van 71 cm te kiezen. Nou, het tweede puntje waar je naar moet gaan kijken is voornamelijk het type behandeling dat je wilt gaan geven. Als je juist wat meer zware behandelingen wilt geven, zoals bijvoorbeeld sportmassages of deep tissue, dan is het juist fijn dat je niet te veel over de tafel moet hangen. Deze tafel is 63,5 cm breed en stel ik wil de ruggenwervel masseren, zie je dat mijn rug niet te veel gebogen is, gezien de tafel gewoon wat smaller is. Terwijl ik een tafel hier heb van 76 cm en ik ga hier staan, dan zie je dat ik al wat meer voorover moet hangen om echt goed te kunnen masseren. Dus zeker als je wat kleiner bent, dien je dus verder voorover te hangen. Dus als je wat kleiner bent, dan is het zeker de moeite waard om te kijken naar een wat smallere massagetafel. En zal ik je zeker niet aanraden om een brede massagetafel van 76 cm breed te kiezen. Nou, de laatste factor waar je ook nog rekening mee moet houden, dat ga ik je nou gewoon even laten zien. Het is namelijk zo dat een tafel die wat breder is, vaak wat lastiger is mee te nemen. Ik zal het laten zien door deze tafel even in te klappen, de Zenkord Athlete. Zoals je hier eigenlijk ziet, is het nu dus zo dat ik de tafel relatief makkelijk omhoog kan tillen. Gezien de tafel relatief laag is. Als ik dan bijvoorbeeld ga kijken naar de tafel van 76 cm breed, en ik deze even inklap. Dan zie je dat het voor mij al een stuk lastiger is om hem omhoog te tillen. Gezien de tafel gewoon een stuk breder is, waardoor ik dus mijn schouders wat meer moet verplaatsen. Dus hou daar ook rekening mee dat wanneer je de tafel vaak verplaatst, het vaak slimmer is om een iets smallere tafel te kiezen. Ook is dat beter voor het gewicht. Ten slotte komt het er eigenlijk op neer dat je in een tweestrijd zit. Aan de ene kant wil je een zo breed mogelijke massagetafel voor optimaal comfort voor je cliënten. Maar aan de andere kant wil je als masseur ook aan jezelf denken. Want als jij een te brede massagetafel kiest, dan ben je 1 heel veel aan het sjouwen. En 2 kan het ook leiden tot rugklachten. En dat je minder kracht kunt zetten bij bijvoorbeeld zwaardere massages. Nou, als laatste laat ik nog even ons model op de tafels liggen. Je ziet hier ons model op een tafel van 63,5 cm breed. Op deze tafel ligt het model op 71 cm breed. En op deze tafel ligt ons model op een tafel van 76 cm breed. Nog een fijne dag.